woonden eigenlijk al eventjes samen en dan was het idee van hey, we gaan samen een huis kopen, want we wonen nog in mijn huis. En dan zijn we dus op zoek gegaan en we zijn hier in Stamansberg eigenlijk op een woning gebotst met heel veel authentieke elementen. Dus dat was eigenlijk direct een schot in de roos en dan komen we daar op dat tweede verdiep. En dat was eigenlijk voor ons direct duidelijk van hier kunnen we iets mee doen. En dat maakte het ook wel extra interessant. Dus we hadden eigenlijk een woning die helemaal af was. En anderzijds hadden we zo'n plaats of een ruimte waar we konden zeggen van kijk, daar gaan we onze stempel nog op drukken. De tweede verdieping was op dat moment eigenlijk een studio. Dus daar was iemand die een kitchenetje had daar en een woongedeelte, een zetelkuin en die kon daar dan boven slapen. Maar natuurlijk voor ons was dat niet zo praktisch, omdat we natuurlijk op dat moment aan het kijken waren om aan kinderen te beginnen. En Mona kwam er dan op een gegeven moment ook aan. Dus we hebben ervoor gekozen om daar meer een kinderkamer van te maken. Dat is een zeer grote ruimte, dat is wel de luxe, maar we wilden daar geen twee aparte ruimtes van maken, omdat we een beetje schrik hadden van twee kleine slaapkamertjes te maken. En dan zijn we met Jeroen beginnen babbelen en hadden we een aantal ideetjes die we gaven en heeft er eigenlijk een heel mooi ruim verhaal van gemaakt. Dus dat was eigenlijk wel heel snel geklonken, om het zo te zeggen. De kamer was met oog op twee kindjes, maar het was niet echt de bedoeling dat de kamer eigenlijk echt opgedeeld werd in twee afzonderlijke kamers. Dus op die manier heb ik dan geprobeerd om hier en daar wat hoeken in te creëren. Wel met een openheid te werken, zodanig dat je toch nog leuke doorkijken hebt en interactie van boven naar beneden. Zodanig dat alles een beetje samenhang krijgt en dat zowel het slaapgebeuren als speelgebeuren en zo, dat het wel echt een samenhangend geheel wordt. Het materiaalgebruik zelf ook van de kamer is eigenlijk heel basic. De kleuren en de materialen zijn ook wel vrij naturel, waardoor dat alles wel helder blijft. Dus als je binnenkomt, heb je direct wel zo'n oase van licht eigenlijk. We hebben ook gewerkt met hout- en lattenwerk. Dus op die manier krijg je dus ook weer zo die doorkijken, krijg je toch wel wat meer geborgenheid in plaats van dat alles juist afgesloten zou zijn of juist weer open zou zijn. Het feit dat je ook in niveaus kan werken en met de zitbank en dergelijke. Dus het zorgt ervoor dat er heel veel mogelijkheden zijn eigenlijk, dat er echt wel kan in geravot worden, om zo te zeggen. Dus ik denk naarmate dat de kinderen groeien, dat er echt wel een ander gebruik van de ruimte kan ontstaan, waardoor dat het eigenlijk ook weer, dat de kamer eigenlijk meegroeit met de kinderen eigenlijk. Voor Mona is het nu eigenlijk nog een gans speelparadijs voor haar alleen. Dus ze heeft al 3 jaar dat ze daar gretig gebruik van maakt. Maar ze gaat dus wel moeten delen met haar broer. Maar daar is ruimte genoeg eigenlijk voor de twee. Dus, Maurice is nu 4 maanden. Hij slaapt momenteel nog bij ons op de kamer. Maar het is eigenlijk wel de bedoeling dat hij dan ook gaat verhuizen naar het tweede verdiep als hij eindelijk doorslaapt. Ik denk, wat de kamer leuk maakt, is vooral zo de openheid. Enerzijds, je komt binnen en je hebt een open ruimte. Dus dat is echt fantastisch eigenlijk om binnen te komen. En anderzijds, ook die niveauverschillen zorgen ervoor dat je echt constant hoekjes hebt waar je ofwel kan zitten of kan slapen of kan spelen. En je merkt wel aan Mona, zij komt met mijn leeftijd waar ze daar echt kan van genieten. Voor Maurice is het nog een beetje te vroeg. Maar dat is echt wel plezant. En dus is het meer dan enkel een slaapkamer, maar dat is echt een leefruimte. Plus, en dat is wel de luxe ook, daarnaast is er nog een badkamertje met een douche en een toiletje. Dus eigenlijk zouden we bij wijze van spreken daar kunnen kamperen en nooit naar beneden moeten komen. Die kinderen hebben heel veel materiaal, heel veel speelgoed en dekbedden en van die dingen. En dat was natuurlijk wel een beetje zoeken, omdat we wilden niet gewoon een kast zetten. Dus we wilden daar wel in het geheel een beetje in werken. En dan heeft Jeroen eigenlijk heel goed uitgedacht door in die bankjes, er allemaal bakjes waar zij aan kan, waar zij haar speelgoed zelf kan uittrekken, waar ze mee aan de slag kan. Dus dat was eigenlijk wel een uitdaging om in dat verhaal van dat speelse daar toch voldoende werkruimte te creëren. En ik denk wel dat het goed gelukt is. Op die plek lezen wij vaak verhaaltjes voor. We maken het dan een beetje gezellig door een lampje aan te steken, waardoor dat die box eigenlijk helemaal verlicht is. En er staan er een aantal boekjes ook uitgesteld. Dus het is eigenlijk echt wel gezellig. Dan kruipen ze samen onder het dekbed en dan lezen we samen nog een verhaaltje voor dat ze gaat slapen. Of zelfs gewoon overdag een aantal boekjes. En dat is wel tof. Dat zijn leuke momentjes wel.
Wij hadden het geluk dat wij die ruimte hebben natuurlijk. Hè. En dat we daar iets heel leuk van konden maken. Dus ik denk dat het zeker een meerwaarde is voor haar. Ik denk dat er niet veel kinderen zijn die kunnen zeggen dat ze zo'n mooie slaapkamer hebben, zo'n mooie speelkamer. Dus ze heeft wel, ik denk dat ze het nu nog niet goed beseft, maar dat ze wel heel veel geluk heeft en hij ook, om zo'n mooie kamer eigenlijk te hebben. Hè. Ja, persoonlijk had ook een grote kamer hoor, maar dat was niet zo afgewerkt als bij Mona. Maar het is geweldig natuurlijk. Hè. En je merkt ook wel, het is nooit moeilijk om haar naar haar kamer te brengen. Dus ze is heel rap mee om te gaan slapen nu ook. Dus in dat opzicht gaat dat redelijk vlot. Maar het is ook niet dat we ze altijd daar moeten droppen. Dus ze is nog altijd graag hier ook aan het spelen. Dus het is een beetje een best of both worlds, denk ik, dat we daar hebben. Ja.